Voor de beste kijkers zijn we weer terug natuurlijk met de reportage van de 50 plus veteranen gezien. Kans meer voor de wind, de Open Clubkampioenschappen. Voor Gert Bosman en Gerard Kroes. Ja, een fantastische wedstrijd hebben die mannen ervan gemaakt. En daarbij was ook oud-burgemeester Arjan Ogendoren uit Oldenbroek. En die komt straks met een korte reactie, opmerkelijke reactie. Neemt hij officieel afscheid? Was dit de laatste wedstrijd voor de gemeente Oldenbroek in dienst daarvan in het zand van de ADB-vereniging? Ja, dat weten we niet, maar dat zullen we later gaan zien. Ja, dan zien we de huldiging van de beste drie. En dan hebben we natuurlijk ook de 35 plus straks interview. Maar we gaan straks eerst luisteren naar Adriaan Ogendoorn. Maar voordat we ook luisteren naar die interview van 35 plus, ja, dan wordt ook de clubkampioen in het zonnetje gezet. En dat is Gerard Kroes. Die wordt clubkampioen bij de ADB-vereniging. Zal ook ja, natuurlijk in beeld gebracht worden. Klaas Mulder wint de wedstrijd 35 plus en André Westing 2, Marco Vins 3. Luister naar het interview met de burgemeester. Oh, is, ik had voor mezelf een beetje het gevoel dat het een soort afscheidswedstrijd was voor mij. Dus we gaan straks. Dat maakt niet uit, dan gaan we straks even een eentje op drinken, toch? Of niet? Hey, dan gaan we er eentje op drinken. Dat kan altijd. Blijft u slapen hier in Oldenbroek of gaat u weer terug? Nee, we wonen hier nog steeds. Oh, we zijn er gezellig dichtbij. Aangenaam nog. Ja. Hey, in Groningen, is daar nog een beetje te fietsen of niet? Oh, je kan dus altijd fietsen, dat is geen probleem. Maar het is. Als ze daar wedstrijden gaan houden, dan denk ik dat ik daar iets meer kans om iets te winnen dan hier. Ja, nou, we wachten af. Wie weet, misschien het burgemeesterskampioenschap. De burgemeester had graag nog een aparte klasse voor zijn leeftijd gehad. We zijn blij dat u in ons midden was. Ik ga nog even één huldiging rechtzetten. Ja, zeker Avarsia. Dat viel niet mee. Nee, ik zag je erachteraan bungelen af en toe. Probeer je nog weer bij die kop te komen? Ja, aan het begin reed ik weg en ik denk gewoon alleen wegrijden van de poeltje, zeg maar. Maar het zat er niet in. Ze kwamen op een gegeven moment terug. Ik denk, nou, dan de laatste ronde eroverheen. Maar het zat er niet meer in. Nee. Ik had net al een 50-plusser die de Ironman gereden heeft. Wat heeft Marco Frens afgelopen seizoen allemaal gereden? Nou ja, de Veluwse wintercompetitie, een aantal wedstrijden, keer zevende, keer vijfde. En hier de wintercompetitie, ja, verder geen bijzonderheden. Nou, toch mooi, graag gezien de gasten hier. Mooie derde man op ons podium hier vanavond bij de ATB-vereniging. En we gaan natuurlijk het podium compleet maken, want hij net al tegen Marco, er werd behoorlijk geknokt. Het was voorin net zo, het was een harde wedstrijd. Ja, ik moest daar het best voor doen, ja. Ja, wat is jouw seizoen tot nu toe geweest? Ja, gewoon lekker meedoen af en toe en gewoon je best doen. En aan het einde jaar gewoon even een prijs pakken hier. Ja, dat is gelukt, ja. En dan gaan we naar de man die onbetwist de finale wist te winnen. Klaas Mulder uit Staphorst. Ja, Klaas. Felicitaties voor de man over weer provisie had. Eerste plek hier vanavond. Ja, er moest wel even omgestreden worden. Ja, ik had altijd elke keer een gat hier naar de finish toe. Ik moest elke keer weer dichtrijden. En dat viel niet mee. En in de finale denk je, ga hem erop leggen? Nou, daar ging Marco voorbij en toen zat ik in de tweede plek. En toen kon ik, dat gat was toen niet zo groot. En toen kon ik er overheen. Mooi podium ook. En dan gaan we ook de bloemen erbij uitreiken. Nou, ik had voor mezelf een beetje het gevoel dat het een soort afscheidswedstrijd was voor mij. Dus we gaan straks. Dat maakt niet uit, dan gaan we straks even een eentje op drinken, toch? Of niet? Hey, dan gaan we er eentje op drinken. Dat kan altijd. Blijft u slapen hier in Oldenbroek of gaat u weer terug? Nee, we wonen hier nog steeds. We zijn er gezellig dichtbij. Aangenaam nog. Ja. Hey, in Groningen, is daar nog een beetje te fietsen of niet? Oh, je kan dus altijd fietsen, dat is geen probleem. Maar het is. Als ze daar wedstrijden gaan houden, dan denk ik dat ik daar iets meer kans om iets te winnen dan hier. Ja, nou, we wachten af. Wie weet, misschien het burgemeesterskampioenschap. De burgemeester had graag nog een aparte klasse voor zijn leeftijd gehad. We zijn blij dat u in ons midden was. Ik ga nog even één huldiging rechtzetten. Dat doe ik even met het schaamrood op mijn kaken.